Altijd. Kikik. Kikik. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Het is vandaag woensdag. En je genoeg gezellig in mama's bed. Ja, volgens mij heb je dat vaker gezegd. Ja. Het komt er zo automatisch uit. We zijn nog even te knuffelen. Ze is even bij me gekropen toen ze wakker werd. En dit vind ik zo gezellig. En het kan nog heel even. Want binnenkort begint school weer. Ja, die knuffeltjes. Er zijn er 3 van. Ja, ze zijn er pas achtergekomen. Ze had er 1 en daar was ze helemaal verliefd op toen ze 2 was. Toen heeft ze die knuffel gekregen. Maar ze nam overal mee naartoe. Dus ik was bang dat hij kwijt zou raken. Dus toen had ik er nog 2 gekocht. Dat heeft ze nooit geweten. En pas vond ze ze in mijn kast. Dus toen riep ze me helemaal. Mama, mama, er is wat aan de hand. Dus ik naar boven. Hè? Ik denk, er is wat. Ik heb nog 2 Liva's gevonden. Dat was heel grappig, hè? Ja. Yeah. En toen heb ik het hem maar verteld. En gelukkig was ze niet boos op me. Ja, ze was niet boos op me. Ze had echt zoiets, nou, dat vind ik nou echt goed dat je dat hebt gedaan, mama. En ik heb ze altijd zo keurig omgewisseld dat ze dus allemaal een beetje evenveel gesleten zijn. Ze heeft het gewoon nooit doorgehad. Nou, we gaan even knuffelen en dan gaan we zo het bed uit. Welke is mooier? Die. Deze Liva is mooier. Deze. Jij bent mijn Liva. Nee, deze Liva is het mooiste. Jij bent mijn knuffie. Maar is deze niet het mooiste? Ik vind hem prachtig. De waterkook staat aan, dus een beetje herrie op de achtergrond. Maar we kregen net best wel verdrietig nieuws. Mijn tante is overleden. En mijn tante dan? Dus ook jouw tante. Tante? Sarah is er best wel verdrietig Welke over. Welke tante? Tante To. Tante To, juist. Ik heb er op zich wel vrede mee, want ze was oud, ze was al een lange tijd ziek en ze was hier zelf aan toe, maar het blijft verdrietig nieuws. En Sarah die trekt het zich best wel aan, dus dat is wel zielig. Maar goed, we gaan gewoon wat van de dag maken. En ik ben lekker televisie aan het kijken. Ja, je mag even televisie kijken. Je bent best lekker warm en je ligt onder een dekje. En vandaag is het weer rot weer. Ik vind het echt sneu. Ik denk, nou maken we er een hele leuke zomervakantie van voor Sarah. We hebben alleen maar dit weer. Dus heel veel van de dingen die ik wilde gaan doen met haar, dat gaat gewoon niet. Want, wat dan? Ja, ga ik je allemaal zo laten zien. Wat ik dacht, gaan we echt allemaal ooit nog wel doen. Maar ja, in de Misschien de volgende vakantie, ja. Als het dan wel lekker weer is. Ja, dat komt echt wel goed. Alleen ja, in de stortregen zijn gewoon heel veel dingen niet leuk. En het is gewoon koud en het regent zo verschrikkelijk veel. Dus vandaag wordt ook maar weer een dagje in huis. Ik ga zo even de wasmachine aanzetten, de vaatwasser aanzetten, al dat soort dingen. Dan is dat in ieder geval gedaan. En dan hopen we echt dat het nog in de vakantie een beetje lekker weer gaat worden ergens. Zo, het huis is weer redelijk aan kant en mijn schoonvader komt zo langs. Ik kom soms zo goed uit mijn woorden. Dus dat is toch nog wel heel gezellig, Eva. En we gaan eerst even een boterhammetje eten, maar ik kan er elk moment zijn. Ik heb alleen maar een jasje voor Ken. Ken, dat is in het echt geen Ken hoor. Nee? Nee. Hoe heet hij dan? Het is de meneer van Raquel. Raquel? Ja. En hoe heet hij dan? Hij heeft ook een naam, neem ik aan. Zij heet Raquel. Hoe heet hij? Weet ik niet. Misschien moet hij wel opzoeken. Dit jasje is zeker van een meisje, dat past niet. Misschien anders.
Hoe moet het? Het is van... Hij heeft hem wat aangehaald en hij past het. Oh, echt? Ja. Is het niet van die andere meneren, Barbie? Ja, die is van de andere meneer. Kijk. Volgens mij is deze Barbie breder. Die heeft meer getraind. Dat is wel krap aan, hoor. Niet ja, ik ben een piraat met een poes op mijn schouder. Ja. Hoi. Kiesje. Kiesje. Ja. Kiesje. Ja. Heb je er geen zin meer in? Wel. Hoi. Altijd. Kiekiek. Kiekiek. Hallo. Hallo, Mimiel. Kijk. Zeg je hallo allemaal. Het is echt stom weer. Het is donker. Het is koud. Het regent heel de tijd. Dus ik heb er geen zin in. Dus ik ga gewoon lekker tv kijken. Onder mijn dekje. Op de bank. En gewoon balen van het weer. Want ik vind het echt stom. Heel de vakantie verregent gewoon. Het is ondertussen echt al 11 uur. En ik heb echt niks nuttigs gedaan met mijn leven deze hele avond. Dus nu ga ik maar thee zetten. Ik heb het echt pest in, want het regent gewoon nog steeds. Ik ben binnen, dus het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Maar toch, ik heb er gewoon de pest in. En ik heb trek in koekjes, maar volgens mij heb ik die niet. Nee, ik heb echt alles rooi. Maar geen koekjes. Ik wil thee met koekjes. Nou, dan maar de snoeppot gepakt. Alleen, ik wil niet die. Ik wil snoepjes die hier zitten. En dat gaat echt gaaf worden. En deze snoeppot is trouwens echt zo groot. Want kijk mijn hand. Echt, hij is gigantisch. Ik had die snoepjes echt niet moeten eten. Want ze zijn echt niet lekker gevallen. Maar goed, het is ook laat. Ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen.